Ja, dames en heren, welkom in de muziekschool. Wat leuk dat jullie allemaal weer kijken. Als jullie nog niet geabonneerd zijn, even klikken natuurlijk op het abonneren knopje. Dan krijg je elke keer als er een nieuwe video uitkomt, krijg je een berichtje van mij. We beginnen vandaag met het C-akkoord. Dat is het begin van het liedje Mooier dan je denkt van K3. Denk aan het begin van het liedje even om het slagje, want het is twee kortere slagjes en dan twee snelle. Achter elkaar. Dus 1, 2, 1, 1, 2. 1, 2, 1, 1, 2. Of als je tot 3 wilt tellen, dat mag natuurlijk ook, dan is het 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. C-akkoord is dus onderste snaar. Derde hokje, die hou je ingedrukt en dan doe je dat slagje. Luister goed naar het liedje, dan kun je het slagje volgen. De volgende paar akkoorden die daarna komen zijn C, D7, F en weer een C. Nou, die C hebben we net gehad, dat is deze. D7 akkoord is twee vingers, allebei in hokje 2. De wijsvinger die gaat op de eerste snaar, hè, de G-snaar. Daar dus. En die middelvinger die komt op de E-snaar. De E naar onderste. En dan zorg je dat die middelste nog wel te horen is. Dat je niet per ongeluk met een van die vingers dat doet. Want dat moet je niet hebben. Nee, gewoon goed te horen. Elke snaar hoor je goed. D7 akkoord. Daarna komt het F akkoord. Nou, die hebben we bij andere liedjes misschien ook al wel gehad. Middelvinger bovenaan, hokje 2. En dan de wijsvinger weer op de E-snaar, maar dan op hokje 1 heb je deze F-akkoord. En je eindigt weer op het C-akkoord. Dus zodra ze begint te zingen, het coupletje, is dus C, D7, F, C. C, D7, dan naar die F en terug naar een C. Nog een keer, C. D7, F en terug naar C. Dat doe je twee keer. Als je dat twee keer gedaan hebt, dan gaan we naar een F-akkoord. En daarna komt een E-mineur-akkoord. Nou, het F-akkoord hebben we natuurlijk net gedaan, dat weet je. Het E-mineur-akkoord, zal ik even snel met je doornemen, is wijsvinger helemaal onderste snaar, hokje 2. Dan de middelvinger, hokje nummer 3. Eén snaar dikker en de ringvinger ook weer één snaar dikker, hokje nummer 4. Eigenlijk schuin oplopend. Hokje 2, hokje 3, hokje 4, steeds een snaar omhoog. E-mineur akkoord. Oké, komt ie aan. Ik zet hem even weer aan en dan spelen we hem even van het begin, spelen we hem door. We beginnen dus het intro met het C-akkoord. En denk even goed om het slagje. Maestro, music please. Couplet. Nog een keer. F-akkoord, E-mineur en dan komt een D-mineur. Nou, die D-mineur zal ik nog even met je doornemen. Het is dus F, E-mineur, D-mineur en die D-mineur gaat als volgt. Zo, ringvinger en middelvinger, allebei in hokje 2, bovenste snaar en dan de tweede snaar, de G-snaar en de C-snaar. En dan komt die wijsvinger in hokje 1, daar op de E-snaar. Dat is een D-mineur akkoord. Na een D-mineur akkoord komt een A-mineur akkoord. Nou, dat is heel makkelijk. Laat je alleen die middelvinger staan. De andere twee vingers gaan los. En dan heb je een A-mineur akkoord. Dus het stukje wat na twee keer dat rondje van het couplet komt, is dus F... E-mineur, dan komt die D-mineur
en die twee los A mineur. Dat doe je ook twee keer. Dus weer F. Gaan we naar een E mineur. Gaan we weer naar D mineur. Alleen de tweede keer eindigen we niet op een A mineur akkoord. We eindigen op een A kruis en een G akkoord. Nou, dat zijn de laatste twee akkoorden die ik dan vandaag even met je doorneem. En dan gaan we de volgende keer verder met het liedje. K3, mooier dan je denkt. Een A kruis akkoord is dus als volgt. Wijsvinger, hokje 1. Druk je de onderste twee snaren in. Even opletten. Twee snaren dus. Allebei met één vinger. Dan de middelvinger, hokje 2, schuin omhoog. En de ringvinger, die komt daar weer boven op de allerbovenste snaar, de G-snaar. Dus die twee vingers, of sorry, die twee snaren met één vinger. Dan de volgende is, sorry, middelvinger daar, en hokje 2. En dan de ringvinger, hokje nummer 3, op de bovenste snaar. A-kruis akkoord. Noemen we ook wel een B-mol akkoord. En dan daarna is een G. Dat is dat rare driehoekje. Hebben we waarschijnlijk ook wel vaker gehad. Hè? Middelvinger onderste snaar. Wijsvinger ook in hokje 2, maar op de 1 naar bovenste snaar. De C-snaar. En dan die ringvinger op hokje nummer 3. Precies in het midden. Ik zeg altijd, het is een soort driehoekje. Hè? Die staat dus op hokje nummer 3. G-akkoord. Die twee, die A kruis en die G, komen heel snel achter elkaar. Eén slagje A kruis, direct door naar G. En dan gaan we de volgende keer verder. Ik zeg jongens, succes en zet hem op. Doei!